2015 was een veelbewogen jaar. Begin december vond de 21ste klimaattop plaats in Parijs, met veelbelovende resultaten. De klimaattop werd bijna overschaduwd door de bloedige aanslagen die vlak daarvoor plaatsvonden in dezelfde stad. Klimaatverandering en terrorisme, twee grote mondiale problemen, maar helaas niet de enige waarmee we momenteel als mensheid geconfronteerd worden. Toch denken wij dat klimaatverandering een van de allergrootste bedreigingen ooit vormt voor ons mensen en voor de planeet waarop we wonen. Als gewone burger kun je soms overweldigd worden door de schaal van dit probleem en het gevoel krijgen dat je er geen invloed op hebt. Maar stil blijven zitten is ook geen optie, want we kunnen wel degelijk actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. En iedereen kan meedoen. Daarom hebben wij een paar jaar geleden Groenpand opgericht. Gebouweigenaren helpen hun gebouw onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Dat is de missie van Groenpand. Dat doen we door maatregelen als zonnepanelen, LED-verlichting en isolatie in te zetten en door energie uit lokale wind- en zonneparken te leveren. Aan het einde van ieder jaar maken we de balans op. Wat hebben we in 2015 echt bereikt? In 2015 hielpen we talloze mensen het droom van een Groenpand te realiseren. Soms individueel en soms hielpen we een hele straat of buurt aan de duurzame energie. Ook voerden we steeds meer grote projecten uit. Bij bijvoorbeeld restaurants, een garage, een boekenwinkel, een vakantiepark en bij vele grote kantoorgebouwen. De resultaten bleven niet onopgemerkt. We werden door verschillende media in beeld gebracht. We hebben een aantal regio's in Nederland kunnen veroveren, waar we heel lokaal, gestructureerd, de buurt konden gaan vergroenen door talloze projecten uit te voeren. Bijvoorbeeld op Terschelling, in de wijk Stadshagen, in Zwolle en in de regio Gieselanden. Zo zijn een flink aantal grote organisaties overgestapt op echte duurzame en lokale energie die ze via Groenpand uit Nederlandse wind- en zonneparken geleverd krijgen. Zoveel projecten kun je natuurlijk niet alleen uitvoeren. In 2015 was een enorm team actief die met veel betrokkenheid de klanten van Groenpand van dienst zijn geweest. We hadden de beschikking over de vrolijke elektrotechnicus Marinus, klaar terwijl u wacht Jordi, duurzaamheids-allrounder Guido, onze enthousiaste monteur Jacob Jan, de gepassioneerde vakmannen Juda en Jonathan, de ontspannen inzet van Gert en Wolf, de planmeester en zonne-expert Peter, de bevlogen retoriek van Eimert en Joren, de praktijkgerichte energie-experts Bas en Johan, onuitputtelijke netwerkskills van Sebastiaan, snelle rekensommen van Abel, de inspirerende ideeën van duurzaamheidsgoeroe Hendrik en natuurlijk alle betrokken en enthousiaste partners en klanten. Want zonder jullie was Groenpand 2015 niet mogelijk geweest. We hebben Nederland flink mogen verduurzamen afgelopen jaar, maar we zijn er nog lang niet. In 2016 willen we nog veel meer gebouwen gaan vergroenen. We gaan duizenden zonnepanelen plaatsen en ledlampen installeren. En vanuit Nederlandse wind- en zonneparken jullie van energie blijven voorzien. Maar we blijven ook experimenteren met nieuwe technologieën. Zo gaan we een proef draaien met een nieuw type warmtepomp. Met superslimme infraroodpanelen. En zijn we ongekend zuinige ledverlichting aan het testen. Ook komt er verdere uitbreiding van het team. En een online portaal voor onze klanten op de nieuwe website. Net als afgelopen jaar hebben we jullie heel hard nodig om Nederland te blijven verduurzamen. We wensen jullie allen dan ook een zeer zonnig en energiek 2016 toe. En we hopen dat we op je steun mogen blijven rekenen.